Een heerlijke dag zonder klanten. We gaan ze de zaak uitjagen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen in staat is om zijn klanten weg te jagen. Het is niet zo moeilijk, maar we moeten het alleen even activeren. Het moet even tussen de oren komen bij jullie allemaal. Zo irritant. Dan wil je eindelijk eens een keertje lekker aan het werk en dan kan het weer niet. Komt er weer zo'n klant langs. Het zijn zulke etters. Het zal toch niet vandaag gebeuren dat er zomaar iemand binnenkomt en dat hij krijgt wat hij wil hebben. Want als klanten eenmaal kunnen krijgen wat ze willen, ja, dan komen ze nog een keertje terug. En het kan nog erger dat de klanten zelfs tevreden zijn. Elk jaar wordt er een onderzoek gedaan naar de telefonische bereikbaarheid van de Nederlandse medewerkers. Ik kan hier niet tegen. Ik zie hier gewoon dat 40% van de mensen, die neemt gewoon op. Die zegt gewoon, met Erik Madeleine mag ik meneer De Vries even. Met meneer De Vries. Dat is onvoorstelbaar. Je kunt natuurlijk zeggen, meneer De Vries is in bespreking. Maar het is nog mooier als je zegt, meneer De Vries is in bespreking met een belangrijke klant. Ik wil jullie vragen om even in kleine groepjes van 3 of 4 of zo even met elkaar te gaan discussiëren over goede methodes om klanten weg te jagen aan de telefoon. Om ze zodanig te jennen dat ze niet meer terugbellen. Laten we ze gewoon wegjagen. Momentje. Ja, dan kun je een beetje langgerekt uitspreken. En dat vinden de mensen. Nou, daar word je niet blij van. Hè? En weg is die klant met een beetje geluk. Mag jullie heen? Dus waar gaat het om? We willen enerzijds kwaliteit leveren, dat is het eerste deel. De tweede is dat we comfort moeten bieden aan de klant. En het derde, wat zou het derde kunnen zijn? Ik vond het een hele leuke en leerzame workshop. Het meeste wat verteld wordt, dat weet je natuurlijk wel al, maar het is een hele creatieve manier om mensen op een andere manier te laten kijken naar de klantprocessen. En ja, erg leerzaam, leuk. De workshop Erik Madeleine, heel snel, veel slides, maar het opent je ogen. Verrassend en ja, snel.